niet vasten. Vast is vast. Goedemorgen, ik sta in de Goren. Ja hoor. Goedemorgen, ik sta in fietsenwinkel Schorrel en ik ga iets onwijs tofs doen. Floor belde mij van de week. Hij heeft iets ontzettend leuks om in elkaar te zetten. Jullie mogen meekijken. Wat zou er zitten in deze doos? Woehoe. Altijd weer een verrassing wat er uit die doos komt zetten. Maar let op. Dus moet je kijken, wat een tof kleurtje. Matching with the nails. Vet tof, echt mooi ding. Kijk. Voorvork. Carbon. Elektronisch. Nice. Nou, en nu hangt hij hier te shinen. Maar ik ga hem in elkaar zetten. Wel met een beetje hulp van Floor. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb nog nooit een nieuwe fiets in elkaar gezet. Ik wil niet gelijk dat het kapot gaat. Of dat ik het verkeerd doe. Ik wil het gewoon goed doen. Met wat technische aanwijzingen komt het helemaal goed. Dan moet het stuur erin. Moet dat helemaal hierachter. En dan... Hoe dan? Kleine sleuteltje. Oh, ik stond alweer met mijn grote gereedschap, zeg maar. Meteen het houdertje voor de Garmin en de lampen gemonteerd. Oh, nice. Zit die er standaard bij dan? Ja. Oh. Nou, dit gaan we niet monteren hoor, Floor. Ja. Dit kan niet. Wettelijk verplicht, hè? Wettelijk verplicht, oké. Okay, ja, ik begrijp dat. Begrijp het. Oh, de gebruiksaanwijzing. Ga ik thuis doornemen. Als ik ooit tijd heb, wat ik niet heb. Dat is van het voorwiel. Oh ja. Goed, stuur zit erop. Nu het wiel. Maar we moeten eerst de schijf even erop monteren. En dan gaan we erin hangen. Eigenlijk is het een klusje van niks. Je moet alleen even weten hoe. En we moeten nog even het batterijtje opladen. Ja, en? Ventiel droppen. Ja. Maar dit moet ik hard aandraaien. En ik doe even zo, want dan zien jullie wat ik doe. Maar ik ga nu weer even ophangen. Want dan kan ik hem hard aandraaien. Die zit erop. Dan gaat hij erin. Gaat dat lekker joh, bij een nieuwe fietsie. Lekker soepel. En let op, deze fiets is full carbon. Dus maak niet zomaar gebruik van een gewone sleutel. Nee, maak gebruik van een momentsleutel. Dit is een hele kleine. Je hebt ze ook groter. Ik moet een 6 hebben. En dan kan je aan de zijkant zien hoe vast die moet. 10 moet die, Floor. 10. 10? 10 staat er op de steekas. Kan je hier, ik weet niet of dat goed op beeld zien, in het raampje zien. 10. En dan zegt hij klik. En klik is vast. Let op jongens, daar komt hij. Dat was hem. Niet vasten. Vast is vast. Ik had vroeger mijn vader altijd, die draaide iets in het kwadraat aan, dan kwam het nooit meer los. Kwartslag voor breekpunt. Oh ja, kwartslag voor breekpunt. Ja, Floor, maar nou moet je me helpen hoor, want met kabels en zo doortrekken, dat kan wel wat gebeuren. Er moet nog een stuurlintje omheen en een bidonhouder. Zo. Oh, je moet weer opnieuw bestellen, maar ik vind die wel mooi. Doe die er maar op. Ja. 1 of 2? Wat wil jij? Wat wil ik? 2. Standaard zit er een zwart stuurlint bij. Maar Floor en ik zijn lekker dwars. Het wordt rood. Gewoon omdat het kan. Dan moeten we toch maar gaan voor rode ventieldoppen. Maar lekker dik stuurlint in ieder geval. Ja. Ik ben direct klaar voor kerst. Een paar lampjes erop. Zeker. Die zijn immers ook rood. Wow. Weet je, goed fout is goud. En daar is Avi gek van. Ze hebben hem allemaal kleurtjes. En deze had Floor nog liggen. Ik vind het zo cool. Mooi hoor. Bidonhoudertje erop. Deze uit de set.
van BBB. Piece of cake, kan je zelf. Hoef je niet voor naar de fietsenmaker. Oh, de fietsenjuwelier doet het ook met alle liefde, hoor ik hier. Of ik. Als ik het toevallig ben, dan doe ik het met alle liefde. Mooi bidonnetje erbij. Ook rode afwerking. En uiteraard gaat er een mooi ventieldoekje op. Alles voor de afwerking. En waar je thuis hoort. Nice. Nog wat lucht in de bandjes. En dan een testrondje. Oh, in het zonnetje buiten is hij helemaal mooi. Lekker fietsie. Oh, dit is echt nice. Oh, hij zit er precies goed. Top hoor. Mooi fietsie, Floor. Ik mag hem af en toe toch wel heen, hè? Ja hoor. Oh, gelukkig. Komt het er ook heen? Ja, hij is onderweg. Het is afwachten, maar komt goed. Die is nog mooier, vind ik. To the dance floor, don't work too hard, my break a backbone. Return of the Mac, the king is back though. Corvette and cash, I never lack those. She saw the stone, you know how that go. Fatality, my diamonds that cold. Versace trunks, I hit my backstroke. Knock on the door, she at the back row. All I really take is a little taste. Island girl blue. En weer thuis. Dat was een leuke ochtendvermaak. Tof hoor, zo'n nieuwe fiets in elkaar zetten. Alles werkt dan gewoon. Er zit geen zand tussen, alles schoon. Superleuk om te doen en leerzaam. Ik had dik te balen erin. Want gisteren tijdens mijn kliniek met Jeffrey Hoogland stopte mijn GoPro ermee. Ik weet niet waar het aan ligt. Ik ben net naar de winkel gegaan, heb hem ingeleverd. Ik heb een nieuwe gehaald. We kunnen er weer tegenaan. Hopend dat de andere nog gemaakt kan worden. Maar dan heb ik twee GoPro's. Het is dikke prima. Ik wil u gewoon meenemen. Deze hobby kost flink wat geld. Ik hoop het er ooit nog helemaal uit te halen. Vandaag een lekker stukje fietsen. En even lekker helemaal alleen. Nou ja, alleen. Mijn man is al even bezig. Maar die ontmoet ik halverwege mijn rit. En dan gaan we samen gezellig nog even op. En daarna een bak koffie halen. Gewoon even voor de stress te reguleren. Lekker, even, alleen. Ik moet nog wel even pendalen erop zetten. Want die had ik bij een kliniek eraf gehaald. En gelukkig staan we hier weer bij de fietsjuwelier. Dan kan ik ze even makkelijk monteren. Die zitten er weer op. Kunnen we gaan. Dit is altijd gevaarlijk. Als Floor zegt, oh wacht Aaf, ik heb nog wat voor je. Oh ja, ik zie het al. Wat heb je? Ja hoor. Is het voor op de gravel of voor mijn mountainbike? Ik kan ook op die gravelbike. Ik denk dat ik ze op de gravelbike zet. Mooie derailleurwieltjes. Zo komen we niet naar fietsen toe. Dit doen we later. Wel apart houden voor mij. Koffie. Even lekker met mijn man op stap en we moesten gewoon even bijteuten en doen. Oké.
En soms is dat wel eens even lekker. Wat tijd voor jezelf. Dus niet zoveel fietsbeelden, maar die volgen deze week uiteraard nog wel. Lekker broodje. Heb mijn man lekker gehaald na het fietsen. Fietsen jullie ook lekker broodje. Mag ik dit allemaal opmaken? Ja, dan moet je even Floor vragen. En mag Floor ook nog wat. Deze had ik al gehad, dan doe ik dit. Wat is dit? Bourgondische grill aan. Bourgondische grill aan. Biologisch. Biologisch, juist. Ja, het is de lekkerste slager in school. Biologisch. Heerlijk. Zo. Oh, helm mag af natuurlijk in de auto. Goed. Oh shit, heb ik een helm al mee? Heb jij een helm al mee? Ah, Floor past er toch wel op. Ik denk dat hij in de kantine ligt. Ja, maar ik heb best wel een beetje haast. Ik heb nog 10 helmen thuis liggen. Johnny. Nog 3 kwartier heb ik de volgende afspraak. Maar goed, we gaan de helm even ophalen. Hey jongens, niet veel fietsplezier met jullie erbij. Maar wel een lekkere dag voor mij en mijn man. Ik spreek jullie later. Doeg! Goedemorgen, ik sta in de Goren. En hoe leuk, ik ben uitgenodigd om dit parcours te rijden. Een net nieuw parcours. Ik ben onwijs benieuwd. Het is een klein en kort parcours. Het is maar 600 meter. Maar alle elementen zouden erin zitten om in ieder geval een leuke rit te hebben. En met name voor de kinderen hoor ik. Dus we gaan het ervaren. Van Jan ben ik naar dit parcours gekomen. Hey Jan, vertel me wat over dit parcours. Hoe is dit tot stand gekomen? Het is tot stand gekomen in samenwerking met de gemeente. Initiatief eigenlijk genomen om te kijken hoe kunnen we de jeugd minder buiten gaan laten gaan. Ja. Fietsen, sporten, bewegen. Ja, lekker gezond. Heel goed. En eigenlijk samen met de gemeente gekeken wat zijn de beste opties. Ja. Waar heb niemand er last van. En wat is een veilige plek. Mm-hmm. Nou, dat is hier goed gelukt. Nou. Zeker, ik ben onder de indruk. We hebben hem al een keertje gereden. En straks als hij ingeregend is, dan is het een snelle baan. Waar ik heel veel mogelijkheden zie om ook met de tijd clinics te gaan doen. Ja, ja. Zijn er nog plannen voor? Er zijn plannen voor. Er staan nog in de beginschoenen natuurlijk. Mm-hmm. Maar het is wel de bedoeling om al jeugd nu op de fiets te krijgen. En op een goede manier. Ja. Met helm, ja. Veilig. Dat, is nog, dat zijn wel de belangrijkste speerpunten in de eerste instantie. Kan je me wat uitleggen over het parcours, over de variëteit erin? Wat ligt er zoal in? Ja, het zijn kombochten, een pumpsectie, klimmen, dalen. We hebben eigenlijk geprobeerd in het ontwerp om met alle toch wel de meeste technische aspecten rekening te houden. Ja. Ondanks dat het hier redelijk vlak is, hebben we toch wat hoogteverschil kunnen creëren. Ja. En mooie kombochten, doordraaien. Dus alle delen die je in een training kan gebruiken, die zitten daar. Ja, zag ik ook. Ja, ik werd er ook blij van. Nou, hartstikke tof. Hé, laten we nog een keertje rijden. Ja, gaan we doen. Oké. Okay. Even vlammen. Even vlammen. Gas erop. Yes. Zo, mogen jullie nog mooi een fijn rondje mee met Sandra.
Wat een mooi initiatief om kinderen in beweging te brengen. Dat vertelde Jan Bosman mooi. Niet alleen op kinderparcours. Ook volwassenen kunnen hier lekker buiten spelen. Is dit een modeshow? Ja. Ja? Je mag een beeld. Je hebt hem nog niet aan, hè? Jawel. Nee, super tof. Ik ben vrijwilliger van MTB Noordwest. Ja. En ja, ik help regelmatig ook mee met bouwen of herstellen. Ja. Groen knippen en maaien. Jij doet dat altijd op Lange Dijk, hè? Ja, ik doe het meestal altijd op Lange Dijk. En ja, nou heb je hier een nieuw parcoursje. Dus wie weet ga ik hier ook een keertje helpen. Ja, wat tof. En mensen moeten weten, www.mtb Noordwest, die doet het onderhoud. Je kan een donatie doen. Het zijn allemaal vrijwilligers. Check hieronder de site. Het is mooi geweest voor vandaag. Ja, leuke dag gehad. Leuke dag gehad. Ja. Lekker buiten gespeeld. We gaan naar de koffie. We gaan naar de koffie. Doei.